Hey allemaal en welkom bij dag 2 van de dagelijkse update, dus David Games Minecraft server. En dit hier wat je ziet is een voetbalstadion gemaakt door volgens mij Brechtje en Renske. En ik ga vandaag gewoon even niks anders doen dan een paar huisjes laten zien, want ik zit hier in het zogenaamde drukke stuk. En wauw, is het diamond? Henk. Oh, de boom heet Henk. Ik snap hem helemaal. En ja, ik ga gewoon even kijken. Ik zou ook bij god niet weten van wie alles is hoor. Maar dat laten we ook niet doen. Dit is een mooi houten huisje met een kruis. Zijt wij gelovig vandaag? Ja? Nou, hartstikke mooi. En dit ziet er wel uit als een zeer innovatief, nieuw, modern, hedendaags... Van wie is het? Het woelenhuis van Hero Ruben. Ah, een deurbel. Oké, en wat is dit voor een mooi ding? Want dit is dan alweer wat groter en dat kun je wat meer serieus nemen. En het is van jij bent lief. Renske en Maart. Oeh. Die hebben samen een huisje gemaakt. Wat zou Milan daarvan vinden? Ik weet het niet, maar een gigantisch groot scherm. Hartstikke mooi. Kan die ook aan? Ik wil porno! Hij kan niet aan. Het zal wat raar zijn als Brechtje thuis komt en in één keer staat er porno in de woonkamer. Ik vraag me af wie dan de schuld krijgt. Wat is dit? Oh, een zwembad! Hoe komen ze erop? Oh, daar is de trap. Ik ben ook veel te lui met mijn flymod. Maar nou, dat was een mooi huisje. En wat hebben we hier? Ja, die vind ik dan iets minder mooi, sorry jongens. Spijt me zeer. Maar dit vind ik dus wel vet. Dit is een heel dik Amish dorp, huisachtig iets. Kijk, je komt er hierin. Voor wie is het eigenlijk? Timpje. En nou, ik heb het een keer eerder laten zien van mij in de allereerste rondleiding. En ik vind het gewoon stijl hebben. Hij heeft het allemaal gemaakt. Dit huis en dit huis en dit huis. En paadjes en een dikke farm. Waarbij de helft al verrot is, maar dat maakt niet uit. En ja, props. Hij heeft zelfs een... Lijkt op een kerk. Hallo? Binnenkijken hoor. Hi. Ben je er weer door de... Nee. Het is trouwens nou redelijk rustig, het komt omdat de server nu eventjes uitstaat, ik kan er wel op, maar we hebben gigantische lijk, want er zit een schaap op min 141 beneden te kloten en die zorgt voor gigantische lijk. Hoe die daar komt weet ik niet helemaal. Had te maken met dat wij een verkeerde bucket update hadden, waardoor dieren en food en weet ik veel allemaal anders werkten. De dagelijkse debloem buig of gij sterft vroegtijdig. Oh! Wat hebben we nog meer hier? We hebben hier een blauw-rood huis op de grond tenminste. Oh, van wie is het? Van Jan? Oh, Jan Wil. Vast niet Jan Moes. Nee. Oké. Heel mooi. Ja, zie je wel. Jan Wil. Oké. Het is enigszins een beetje basic van de binnenkant, maar... Oh, aan de andere kant valt er ook niet zoveel te klagen. Want, hé... Haha, ik zat op te denken, moet ik er straks weer helemaal naar beneden lopen? Dat kan gewoon zo. Wat hebben we nog meer? We hebben hier een... Oh, dit is vet, jongens. Dit is de ingangspoort van Samir. Nomia heet die in de game. En dit is zijn vliegende eiland. En ik ga er helemaal omheen. En ik zeg jullie, en ik heb het gezien, en ik weet wie de game mode heeft gekregen. Dit is niet met game mode gemaakt. Die man, dankjewel Jorn. Die man die heeft serieus alles met de hand gemaakt, vanaf de grond af, gebouwd, gedaan. Wauw. Ik heb gewoon niks anders te zeggen dan gewoon... Want dat is zeg maar hoe ik zou zijn als ik die tijd erin zou moeten steken. Jezus, tering, tieten. Neem hier ook in. Oh ja, natuurlijk. Maakt het uit. Nou, super vet dit. En we gaan even naar beneden. Ja, oh, dat is wel heel ver. Mooi man. Dus dikke props voor Nomia voor dit eiland. Hier hebben wij ijs gegriefd. Inderdaad. Tijdens een stel losers die hebben hier een vierkant. Zeg maar wat je hier ziet, hebben ze eruit gehaald. Dus een admin heeft het gisteravond weer teruggezet en dan moet het er even mooi maken. Dat is het enige stukje wat er wel in geëdit is en de rest allemaal niet. Super vet. Hoe lang zijn we al bezig? Een paar minuten. Gaan we nog even door. Wat de hel is dit? Hallo? Oh, dat was dat ding van Jan Wil. Ik voel me zo vrolijk. Nee, is dit een dorp, maar dat ziet er wel een beetje basic uit. Oeh, het ziet er een beetje uit als een Sovjet-Unie. Want van diezelfde huizen. En wat is hier? Moet je wat zeggen of zo? Moet je normaal praten, joh? Kan ik ook. Ik heb ook auditie gedaan voor Zombie. Maar ik ben het niet geworden. Want ze vonden mij, mijn Engels niet goed genoeg. Ik had zeg maar een beetje een te Nederlands. Ik moest een Amerikaan, die kan het goed. Nee, het slaat helemaal nergens op. Oeh. Ik heb iets gevonden. Kijk, het is niet de bedoeling dat je in mekaars huis gaat. Behalve als je admin bent natuurlijk. En daarom kom ik nog wel eens op plekken waarvan ik denk van... Hé, wat leuk dat mensen dat gedaan hebben. En soms ook iets heel speciaals of iets heel unieks of iets geheims. En waar zijn we allemaal geweest? Dit hebben we gehad. Dit hebben we maar niet gehad. Wat is dit? Wow. Dit ziet er wel heel vet uit. Rennen, jongen! Ah, een kippenfarm, ik snap hem. Ik laat hem met rust. Anders ga je kippetjes weg. En ik vind het zelf ook niet leuk als mijn chickies er vandoor gaan. Kijk me er eentje aan hier. Dit is inderdaad de poepschepper. Die kennen jullie allemaal nog. Die is nooit afgebouwd. Wie neemt de poepschepper over? Ik weet het niet. Ik weet het niet. De pedobeer waarvan ik zijn piemel verwijderd heb. Want dat kon echt niet, jongens. Sorry, maar... Ik denk wel even dat ik dit ook nog wil uploaden op YouTube. Dus geen profanity alsjeblieft. Dan ben ik heel blij. Meer huisjes. Een of ander raar ding. Ah, dit was heel lang mijn plaatje van SCC. Dus het is leuk dat mensen dat onthouden hebben. Een Brechtje gedaan, denk ik. Dit is het huis van Milan Knol. Ja, hij heeft ook een huis. Bazig bloemetje is bazig. Huisje van Brechtje en Milan Knol. Niet betreden zonder toestemming. Fuck jou. Oké, dit ziet er wel... Warwick, Caitlin en Veen. Ja, dat waren hun hondjes, maar die zijn inmiddels dood. En ik neem een sprong in het... Oh mijn god, ik zie sperma druipen overal. Zie je dat? Hier. Brechtje en Milan, wat hebben jullie gedaan in jullie zwembad? Hier, ik zie het gewoon. Daar. Een muisje. Daar. Oké, ik ga hieruit. En dit komt wel bij de spam, dus dat ga ik jullie nog niet laten zien. Dat komt in de volgende video wel. Wanneer ik weer een leuk onderwerp heb. Oké, nog één huis dan. Nog één huis. Van wie is dit? Duffy. Duffy. Hartstikke mooi. Oké, jongens, dat was hem. Je kan links even kijken voor dag 1. Waarbij ik de filmset heb laten zien. Je kan rechts, nou ja, straks dan kun je doorklikken naar de volgende video voor dag 3. Dan ga ik waarschijnlijk een deel van de span en eromheen laten zien. Zoals die mega grote kraan die je daar ziet. Kan gewoon. En dan ga ik jullie op de kermis eventjes laten een rondleiding geven. En dat was hem alweer. Geef een groen duimpje aan deze video. Massaal. Blijf het gewoon lekker doen net als die vorige. Heeft 180 duimpjes gekregen. Super vet. Voeg hem aan je favorieten toe. Stuur hem naar iedereen die Minecraft leuk vindt. Abonneer op dus David Games. En als je dat allemaal gedaan hebt, dan krijg je van mij een koekje. En ik zie jullie schattige duimpjes later.